Box Spellenzolder en dit keer wil ik met jullie gaan kijken naar Stratego Waterloo, uitgegeven door Jumbo. Het is een spel voor twee spelers waar je ongeveer drie kwartier mee zoet bent. En in dit spel gaan wij de befaamde strijd bij Waterloo nabootsen. Eén speler gaat in de huid van keizer Napoleon kruipen en met zijn Franse troepen opmarcheren tegen de andere speler die als Wellington weerstand zal bieden, voornamelijk met zijn Engelse en Schotse troepen. Laten we eens maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is bedacht door Jason St. Just en wij krijgen. Het speelbord zelf, dat ziet er toch weer even anders uit dan het standaard strategobord. De spelers spelen over de breedte van het bord. De Engelse speler Wellington komt aan deze zijde en Napoleon stelt zijn legers op aan de andere zijde. En vanaf de linkerkant komen op een gegeven moment de Saksen in het spel. Hier hebben wij een turn marker en verder hebben wij twee communicatielijnen. Dat zijn de getallen 1 tot en met 12, maar daar gaan we straks verder op in. Verder krijgen wij de spelregels in 4 verschillende talen, waaronder ook het Nederlands, overzichtelijk weergegeven. En de regels geven ons 3 mogelijkheden om Stratego Waterloo te spelen. Een basisspel, een standaard variant en de expert variant. Ik ga met jullie kijken naar de standaard variant, want ik vind dat daar al heel veel leuke elementen in zitten. En van daaruit kun je gemakkelijk overstappen naar de expert of terugspringen naar het basisspel. Verder krijgen wij de troepen voor zowel de Franse als de Britse speler. Dit zijn de Saksen, een turn track marker, een gelijk speldobbelsteen, wat terreintegels waar we ook wat leuke trucjes mee uit kunnen halen. En hier hebben we nog wat kaarten. Aan de ene kant zijn dit kaarten waarmee we bepalen welke linie we moeten verdedigen van ons leger. En dit zijn kaarten waarmee we extra acties uit kunnen voeren. Verder hebben we nog een paar kleine markertjes en fiches. Ja, daar kom ik zo meteen op terug. Maar dat is wat we krijgen. En zo ziet het standaard spel er aan het begin uit. Twee dorpen worden op de kaart gelegd, evenals een heuvel. En dat staat keurig omschreven in de regels zelf. Inclusief welke dorpen dit zijn en een stukje achtergrond. Erg leuk om te lezen. We zetten de rondemarker op 11 uur 's ochtends, dat is wanneer de strijd losbrak. Dat is ook historisch correct, erg tof allemaal. Naast het speelveld leggen we de dobbelstenen, de vermoeidheidsmarkers en nog wat fiches die we kunnen gebruiken in de verschillende dorpen. Dit zijn de verdedigingslinie-kaarten. Elke speler kiest er blind 1. En dat is de linie die deze speler moet beschermen als de tegenstander 2 van deze 4 vakjes weet te bezetten met zijn troepen, dan heeft hij jouw leger afgesneden en heb je verloren. Nou, dat weet je dus niet van elkaar, maar dat is natuurlijk een extra manier om het spel te kunnen winnen dan wel verliezen. De overige kaarten heb je niet nodig. Dan begint de Engelse speler als eerste met het opstellen van zijn stukken. Net als in Stratego mag je de eerste 4 lijnen van het speelbord gebruiken en je mag zelf bepalen hoe je de speelstukken gaat opstellen. Zodra de Engelse speler dat gedaan heeft, doet de Franse speler hetzelfde aan zijn zijde van het bord. En dan zijn we klaar om te beginnen. Jullie zien dat de Engelse speler al de mogelijkheid heeft om in dit dorp te gaan staan. En deze heuvel ligt in zijn totaliteit binnen zijn gebied. Dus ook die mag hij bezetten. In het kort, wat heeft een heuvel voor voordeel? Eenheden die op een heuvel staan hebben extra kracht, zowel in aanval als in verdediging. En kanonnen die op een heuvel opgesteld staan, schieten 1 vakje verder. Die hebben normaal een bereik van 3 vakjes. Staat hij op de heuvel, dan heeft hij een bereik van 4 vakjes. En het tweede wat een kanon kan doen op de heuvel, is hij kan over andere eenheden heen schieten. En hij kan ook nog eens een keer opzij schieten. Dus hij kan in dit geval niet alleen 1, 2, 3, 4 recht vooruit schieten, maar ook 1, 2, 3, 4 aan deze zijde of aan die zijde. Dus dat maakt een heuvel een erg fijne positie om jouw kanonnen op te stellen.
En dan kan het speelveld er bijvoorbeeld op deze manier uitzien. Een speler is niet verplicht om al zijn stukken gelijk in het spel te brengen, zoals ik bij de blauwe speler heb gedaan. Die mag hij ook tijdens een latere beurt in het spel brengen. En het kan ook zijn dat bepaalde stukken geslagen worden en niet vernietigd worden. En dan komen ze ook weer terug bij jouw voorraad. En vanuit jouw voorraad, jouw reserve, mag je ze dan weer voor een actiepunt terug in het spel brengen. Op de achterste lijn, op een vakje waar niet al een eenheid in jouw kleur staat. Vijandelijke eenheden mag je wel natuurlijk gelijk opspringen en dan kun je ze gelijk aanvallen. Daarnaast krijgt iedere speler in zowel de standaard als in de expert variant nog 4 van deze manoeuvreerkaarten. Hoe dat in zijn werk gaat is, de rode speler, de startspeler, kiest 1 van de kaarten uit deze set kaarten, die hij graag wil hebben. En vervolgens kiest hij een tweede kaart en die gaat naar de aflegstapel. Dan geeft hij de resterende kaart aan zijn tegenstander. Die kiest weer 1 kaart, 1 kaart naar de aflegstapel. En zo ga je door tot beide spelers uiteindelijk 4 kaarten hebben. De kaarten op de aflegstapel verdwijnen uit het spel. Het doel in deze standaard variant is om de communicatielijn, de vluchtroute van de tegenstander te bezetten. Ik weet niet welke lijn dat is, maar daar moet ik dus proberen achter te komen. Als ik 2 van mijn speelstukken op de communicatielijn van mijn tegenstander weet te krijgen, dan heb ik onmiddellijk gewonnen. Daarnaast is er ook nog een tweede manier om te winnen. Beide spelers beschikken over een opperbevelhebber, Napoleon bij de blauwe speler en meneer Wellington bij de rode speler. En daarnaast hebben zij naast een opperbevelhebber ook nog een gewone bevelhebber. Voor de Fransen is dat Maarschalk Ney en voor de geallieerden, voor de Engelsen, is dat Lord Uxbridge. En dat is deze man. Deze 2 speelstukken bepalen de hoeveelheid acties die jouw leger heeft. Elk leger begint met 3 acties. 2 acties krijg je van je opperbevelhebber en 1 actie krijg je van je bevelhebber. Valt 1 van die 2 weg, krijg je dus minder acties. Als ze mijn Wellington weten te doden, dan ben ik 2 acties armer. Dus dan heb ik nog maar 1 actie vanuit mijn Lord Uxbridge. En datzelfde geldt voor mijn tegenstander. Worden beide bevelhebbers uitgeschakeld, is mijn leger stuurloos en heb ik ook verloren. Dus dat zijn de manieren om te winnen. We gaan maar snel een spelletje spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en in elke ronde zijn beide spelers 1 keer aan de beurt. Als een speler aan de beurt is, heeft hij 3 acties. En met een actie kan hij een verplaatsing doen. Met die actie kan hij een kaart spelen, maximaal 1 kaart per beurt. En dat moet de eerste actie zijn die je uitvoert. En met een actie kun je een eenheid die je buiten het spel hebt weer terug in het spel brengen. Op de achterste linie op een van de vrije vakjes. En met een actie kun je een artilleriekanon laten vuren. Het spel draagt de naam Stratego en een aantal van de klassieke Stratego-aspecten komen ook overeen. Ik zie namelijk niet wat voor eenheden mijn tegenstander heeft staan. Dat is ook gelijkertijd niet helemaal waar, want ik kan wel zien wat voor type eenheden mijn tegenstander heeft opgesteld. Want op de ruggen van zijn eenheden staat gewoon vermeld of het een artillerie is, of het een infanterie is, of dat het cavalerie is. Ik kan alleen niet zien wat voor soort cavalerie of wat voor soort infanterie het is. De kanonnen zijn allemaal hetzelfde. Daarnaast bewegen de 3 verschillende soorten eenheden op hun eigen manier. Laten we beginnen met het simpelste speelstuk. Dat zijn de artillerie speelstukken. Dat zijn gewoon eenvoudige kanonnen. Een kanon, als je dat activeert, kun je daar ofwel 1 vakje mee verplaatsen en alle speelstukken in het spel verplaatsen alleen maar orthogonaal, oftewel in rechte lijnen, omhoog, omlaag, links of rechts. Er wordt niet diagonaal verplaatst. Dus als je artillerie activeert, mag je het ofwel een stapje verplaatsen in een van de 4 richtingen, ofwel je mag ermee vuren. En artillerie heeft een bereik van 1, 2, 3 vakjes recht vooruit. Daarnaast kan artillerie niet door andere eenheden heen schieten. Dus als jij voor je eigen kanon gaat staan, dan heb je daar een uitdaging aan.
Het voordeel van artillerie is dat het niet van voren aangevallen kan worden. Je kunt niet met een vijandelijke eenheid artillerie slaan van de voorzijde. Om artillerie te vernietigen zul je via de flanken of via de achterzijde bij dat speelstuk moeten komen. En dan kun je het gewoon opruimen. Dus dat is de artillerie. Dan hebben wij de infanterie. De infanterie zijn natuurlijk het voetvolk en die zijn onderverdeeld in twee soorten. Lichte infanterie en zware infanterie. Zware infanterie herken je aan het feit dat er een sterretje bij staat. Wat is het verschil tussen deze twee eenheden? Lichte infanterie heeft 3 verplaatsingspunten als je het activeert. Zware infanterie heeft 2 verplaatsingspunten als je het activeert. Daarnaast heeft lichte infanterie nog een tweede bonus. Lichte infanterie is immuun voor de kanonnen. Immuun voor jou, voor artillerievuur, omdat ze zo snel kunnen verplaatsen. Dus als ik een infanterieeenheid activeer, mag ik die, afhankelijk van of het licht of zwaar is, 2 of zelfs 3 vakjes verplaatsen. Je mag er ook altijd voor kiezen om minder vakjes te verplaatsen dan dat de eenheid jou geeft. Dus als ik zeg met mijn lichte infanterie, joh, ik wil niet dat gelijk duidelijk is dat dit lichte infanterie is. Ik doe bijvoorbeeld 1-2 vakjes en dan kan ik nog een beetje langer verstopt houden dat deze infanterie licht is. Dan hebben we nog de cavalerie. Ook die is verdeeld in lichte cavalerie en zware cavalerie. Wederom herkenbaar aan het sterretje en het feit dat de waardes een stuk hoger zijn van de zware cavalerie. Cavalerie verplaatst zich een beetje zoals een toren, oftewel in een rechte lijn, zover als je wil of kan. Je kunt nooit over andere speelstukken heen springen, met geen enkele eenheid kan dat. Het enige verschil tussen lichte en zware cavalerie is, als een zware cavalerie eenheid een aanval doet, verzwakt die, vermoeit die. Dat wil zeggen, als ik mijn zware cavalerie bijvoorbeeld activeer, ik verplaats in een rechte lijn zover als ik wil, ik jump bijvoorbeeld in één keer naar deze infanterie. We gaan kijken, ik heb een kracht van 5. Deze infanterie eenheid heeft een kracht van 3. 5 is meer dan 3, ik win. Speelstuk gaat naar mij toe, maar omdat dit zware cavalerie is, verzwakt hij. En dan plaats ik een dakje, een groen dakje erop. Dat betekent dat hij vermoeid is en dat zijn waarde van 5 met 1 verminderd wordt. Nou, ik heb 3 activaties. Mijn eerste activatie was het aanvallen. Ik doe het nog een keer. Ik val nog een keer aan. Ik val de buurman ook aan. Mijn kracht is nu nog maar 4. Ik kijk wat mijn tegenstander als eenheid heeft. Die heeft een kracht van 1. Nou, 4 tegen 1 win ik nog steeds. Maar dat betekent dat mijn cavalerie nog verder vermoeid wordt. Tweede dakje erop. Betekent al een min 2. Heeft hij nog maar een kracht van 3. Maar dood of de gladiolen. We gaan door. Ik pak er nog eentje. De infanterie heeft een kracht van 3. Mijn zware cavalerie heeft een kracht van 5, min 2 dakjes, betekent ook nog maar een kracht van 3. Dus dat betekent een gelijk spel, 3 tegen 3. En dat is leuk, want dat is het volgende voorbeeld wat ik jullie wil laten zien. Als er een strijd ontstaat tussen 2 speelstukken van dezelfde kracht, dan gaan we werpen met de dobbelsteen. De kleur bepaalt wie de wint. Het is 50-50. Er zijn 3 vlakken met rood en 3 vlakken met blauw. Plus jullie zien nog een paar afbeeldingen erop staan. We gaan eerst maar eens even gooien. In dit geval gooi ik blauw met een kruisje. Dat betekent dat de blauwe eenheid wint. Mijn cavalerie wordt gedood. En het plusje betekent dat de eenheid die gewonnen heeft onmiddellijk een tweede aanval mag doen. Het winnende leger heeft nu een overwinningsroes en zal nog een aanval uitvoeren in de richting van waar de eerste aanval kwam. Dus in dit geval kwam de rode eenheid van links. Dus zal deze eenheid naar links aanvallen als daar een eenheid zou staan. Die staat er niet, dus in dit geval gebeurt er niks. Zou het andersom zijn, bijvoorbeeld een rode plus, dan wint dit rode leger, die verslaat de blauwe, is dronken van de overwinning en zal doorgaan met aanvallen. Uiteraard elke aanval verzwakt zware cavalerie met 1 en hij gaat automatisch door in de richting waar hij vandaan kwam. Hij kwam hier vandaan, dus hij gaat blop deze eenheid gelijk aanvallen.
Het kan zelfs zo zijn dat je hierdoor eenheden van jezelf aanvalt. Maar dat is wat de plus doet. Zou er een R geworpen worden? Dat betekent nog steeds, afhankelijk van de kleur, dat in dit geval blauw wint. Maar de rode eenheid wordt niet vernietigd, maar die gaat terug naar de voorraad van in dit geval dus de rode speler. En die kan die dus voor een actiepunt weer in het spel brengen. Overigens, eenheden die bij jou terugkomen in je reserve, mag je niet dezelfde beurt weer in het spel spelen. Mag pas de volgende beurt. En eenheden die teruggaan naar jouw reserve, die zijn al hun vermoeidheidspunt ook gelijk kwijt. En de derde optie is gewoon een vlak in de kleur van de overwinnaar. En dat betekent dat er verder niks gebeurt, maar dat in dit geval rood of blauw de strijd winnen. Maar dat is hoe de aanvallen in zijn werk gaan. Maar cavalerie is dus heel machtig. In die zin dat het gewoon in principe voor één actiepunt plop hier helemaal naartoe kan gaan. En met een tweede actiepunt kun je hier zo de achterste linies al gelijk gaan aanvallen. Die paarden vliegen over het bord. Dus daar zul je op moeten letten. Nog één ding over vermoeide zware cavalerie. De volgende beurt is de blauwe speler. Laat die jouw speelstuk met rust. En ben jij dan weer aan de beurt, dan mag jij een vermoeid speelstuk, wat de vorige beurt niet is aangevallen, terugnemen naar jouw reserve. En dan kun je de vermoeidheidspuntjes er weer afhalen. En op die manier kun je je cavalerie beschermen tegen de ondergang. Maar dat zijn de verplaatsingen van de verschillende eenheden. Er zijn nog twee bijzondere eenheden. Natuurlijk de bevelhebber. En dat is een hele fijne eenheid. Want dat is een cavalerie eenheid van 5. Maar zoals jullie zien, het is geen zware cavalerie. Oftewel, als deze eenheid aanvalt, wordt die niet vermoeid. Dus deze generaal, of Lord Uxbridge, die blijft gewoon 5 kracht hebben. Dus die kan aardig gras maaien in de gelederen van de tegenstander. De opperbevelhebber, meneer Wellington himself. Jullie zien geen waarde. Dat heeft 2 redenen. Elk speelstuk wat hij slaat, overwint hij. En elk speelstuk wat hem slaat, overwint hem. Dus aan de ene kant is hij supermachtig, want je kunt stukken hebben met een kracht van 6. Plop, en je slaat hem weg. Maar aan de andere kant een verkenner met een kracht van 1. Als die Lord Wellington slaat, is die gelijk weg en ben je hem kwijt. En hetzelfde geldt voor de tegenstander met zijn opperbevelhebber en zijn bevelhebber. Maar dat is hoe de speelstukken over het bord bewegen en elkaar aanvallen. Zodra je een stuk aanraakt, bekijk je het, je vergelijkt de waardes. En dan is het zware cavalerie die aanvalt. Dan wordt hij vermoeid, als hij tenminste niet vernietigd wordt. Dan gaan we nog even kijken naar een dorp. Een dorp heeft ook een aantal eigen spelregels. Met cavalerie kun je het dorp niet in. Kanonnen kunnen niet over of door een dorp heen schieten. Maar kanonnen kunnen wel het dorp zelf bombarderen. Een dorp heeft 4 levenspunten om mee te beginnen. En dat kun je kapot schieten. En elke keer als je er dus een kanonschot op lost, dan maak je de kracht van een dorp zwakker. Tot je het uiteindelijk helemaal wegschiet en dan verdwijnt het van de kaart. En dan heb je weer ruimte om met je cavalerie erheen te stampen. Maar wat is nou fijn aan een dorp? Als jij met 4 infanterie-eenheden alle 4 de vakjes van het dorp bezet, krijgen al jouw infanterie-eenheden plus 1 op hun waarde. Met een maximum van 6. Een eenheid kan nooit sterker worden dan 6. Nog een korte blik werpen op de verschillende actiekaarten die we hebben. Zijn eigenlijk heel voor zichzelf sprekend. Het kost een actie om een actiekaart te spelen. De 3 keer betekent gewoon dat je 3 acties krijgt. Dus ik speel deze kaart en dan heb ik gelijk 3 acties. Dit is een gecoördineerde aanval. Als ik deze kaart speel, mag ik met 1, 2, 3 verschillende eenheden een aanval uitvoeren. Hiermee kan ik gaan vuren met mijn bataljon kanonnen. Als ik deze kaart speel, mag ik met alle kanonnen die aan elkaar grenzen vuren. In 1 keer, dus voor 1 actie. Dit is de spion. Hiermee mag ik 4 speelstukken van de tegenstander bekijken die aan elkaar grenzen. En de laatste is een plus 1. Die kan ik spelen in mijn eigen beurt om een plus 1 te geven op 1 van mijn speelstukken. Of, en dat is de enige actiekaart die een uitzondering vormt, die kan ik spelen als ik aangevallen word om een verdedigende eenheid van mijzelf een eenmalige plus 1 te geven op zijn krachtwaarde. Hou er rekening mee, je mag 1 kaart spelen per ronde.
Zodra de rode speler klaar is, is natuurlijk de blauwe speler. Die heeft zowel zijn bevelhebber als zijn opperbevelhebber nog. Dus die doet drie acties. Is die klaar, gaat de marker een half uur naar voren. En gaat het rode speler weer, et cetera, et cetera. Zo gaan we door tot het op een gegeven moment, 12 beurten later, 16:30 is. En dat is het moment waarop de Pruisen hebben besloten om zich in deze strijd te gaan mengen. Als dat gebeurt, dan pakt de Engelse speler, want ze komen voor de Engelsen in het spel, twee Pruisische speelstukken. En die plaatst hij op deze twee vakjes. En dat betekent dat ze dus effectief hier het spel in komen. Vanaf dat moment heeft de Engelse speler één extra actiepunt per ronde die hij moet spenderen aan de Pruisen. Dus ik heb ik heb Wellington nog, ik heb Lord Uxbridge nog en ik heb de Pruisen. Dus dat betekent dat ik vier actiepunten heb, waarvan ik er drie mag besteden aan het Engelse, het geallieerde leger moet ik officieel zeggen, en één punt aan de Pruisen. Ik mag het ook omwisselen hoor, ik mag ook zeggen ik doe één aan de Engelsen en drie aan de Pruisen, maar er moet minstens één punt naar de Pruisen gaan. En de Pruisen hebben gewoon infanterie en cavalerie eenheden en het werkt gewoon op dezelfde manier. Ook de Pruisen hebben een bevelhebber. En dat is deze man. Ook weer lichte infanterie. Maar zodra de Franse speler deze eenheid weet uit te schakelen, ben ik die bonusactie die ik vanuit de Pruisen krijg ook weer kwijt. Maar je weet niet precies wanneer die in het spel komt, want je grabbelt blind speelstukken. Aan het einde van elke Franse ronde wordt er gekeken of beide vakjes nog bezet zijn door een Pruisische eenheid. Als ik bijvoorbeeld deze hier al heb verplaatst. Is de Engelse speler weer aan de beurt, dan trekt hij aan het einde van de Franse speler zijn beurt nog weer even een nieuw speelstuk blind uit de bak en die zet hij weer neer, zodat hier altijd twee eenheden staan. Maar dat betekent dus dat er via deze flank allemaal extra eenheden het Franse leger zullen gaan terroriseren. Jullie denken misschien, goh, wat oneerlijk voor de Fransen, maar wat ik niet gezegd heb, aan het begin van het spel, bij het opstellen van de speelstukken, heeft de Franse speler meer speelstukken. Plus, de Franse speler heeft meer kanonnen dan de Engelsen hebben. En de infanterie van de Fransen neigt iets sterker te zijn dan die van de Brit. Dus je zult ook echt wel op een gegeven moment die Pruisen nodig hebben. Op die manier gaan de spelers elkaar te lijf. Zodra een van twee dus het voor elkaar weet te krijgen om twee van zijn speelstukken op de linie van de tegenstander te krijgen, dan wint hij het spel. Dus je zet daar gewoon twee speelstukken neer en dan kijk je de tegenstander aan en zeg je van sta ik goed? Zegt hij nee, nou dan moet je dus weer gaan kijken van waar zit die verdraaide linie dan? En zit je goed, dan zegt hij ja, je hebt mijn linie gevonden en dan heeft hij verloren. En de andere manier is natuurlijk het uitschakelen van Napoleon en zijn maarschalk Ney. Of als je de blauwe speler bent, probeer je Wellington en Lord Uxbridge uit te schakelen. Degene die dat voor elkaar weet te krijgen, is de winnaar van Stratego Waterloo. En zo wordt dit spel gespeeld. Het artwork van Stratego Waterloo is heel fraai gedaan. Het heeft een hele eigen stijl en dat voegt toe aan de historische sfeer die dit spel uitstraalt. Zowel de doos als de speelstukken, als ook het regelboek wat eigenlijk prachtige schilderijen heeft van Engelse, Britse troepen en Franse troepen en de strijd die ze met elkaar leverden. Dat voegt natuurlijk gewoon heel veel gevoel toe aan het spel en dat helpt absoluut. Daarnaast zitten er heel veel historisch correcte elementen in dit spel, waardoor je echt het idee hebt dat je als Napoleon of Wellington deze strijd aan het nabootsen bent. En dat is natuurlijk een hele gave sensatie. Wat ik ook heel tof vind aan het spel is dat het strategisch super uitdagend is. Bij Stratego heb je nog wel eens wat gelukselementen. Die zitten hier ook in natuurlijk, maar in een veel mindere mate. Want je kunt aan de ene kant gewoon zien van ja, waar staat zijn infanterie, waar staan zijn kanonnen, waar staan zijn cavalerie eenheden. En zeker als Franse speler, de Engelsen waren historisch correct. Als eerste op het strijdperk. En daarna kwamen de Fransen pas aankarren. Nou ja, die kunnen dus mooi zien van nou oké, wat staat er en hoe ga ik me daar tegenover opstellen. De Fransen waren ook met meer, maar halverwege de strijd kwamen dus de
Pruisen de geallieerde troepen helpen. Ik heb volgens mij in mijn uitleg Saksen gezegd, maar ik bedoel de Pruisen, excuus daarvoor. En die komen dus van de zijkant het strijdperk op wandelen. Dus troepen die de Pruisen leveren zijn eigenlijk alleen maar lichte troepen, lichte cavalerie en lichte infanterie-eenheden. Dit omdat ze al heel veel kwijtgeraakt waren aan goede eenheden in een vorige veldslag. Dus ja, ben je historisch zeer geïnteresseerd in de strijd in Waterloo, dan is dit spel sowieso al smullen. Maar om terug te komen op het strategisch aspect. Je begint net zoals in Stratego met het uitdenken van een opstelling. Hoe ga ik mijn eenheden opstellen en wat is mijn doel? Ga ik voor het afsnijden van die linie? Ga ik die als eerste proberen te verdedigen, te pakken te krijgen? Of ga ik me juist ingraven, net zolang verdedigen tegen die Franse troepen, tot de Pruisen mij komen helpen als je bijvoorbeeld de Britten bent? Of ga je juist voor het uitschakelen van de bevelhebbers? Ga je daar naartoe werken? Dus je begint met het kiezen van waar zet ik welke eenheden neer. En daarnaast probeer je gebruik te maken van eventuele terreintegels die binnen jouw linies liggen. En dan komt je tegenstander en die gaat hetzelfde doen. En afhankelijk van wat je bedacht hebt, ga je die tactiek uitvoeren. En dan zul je zien van gaat het lekker of gaat het niet. En kun je daar altijd nog wijzigingen in brengen. Maar het is heel gaaf om het op die manier te spelen. En je zult ook echt zien dat jouw strategie gaat een effect hebben op de tegenstander. En dat is iets wat ik... En dat is iets wat ik heel tof vind. Elke zet die je doet dwingt jouw tegenstander om op te reageren. Of in ieder geval om misschien wel verliezen te nemen. Soms zul je ervoor kiezen om bepaalde eenheden, zelfs hele sterke eenheden, op te offeren. Omdat ja, je hebt maar 3 acties. En jouw plan was niet daar in die flank iets te doen, maar aan deze flank door te zetten. En dan is de keuze, negeer ik wat daar gebeurt en ga ik door met mijn plan hier in de hoop dat ik zoveel druk zet dat hij ook hier naartoe moet komen met zijn acties. Of negeer ik zijn acties, ga ik hier door en drukt hij aan de andere kant mijn flank aan puin. Zelfs de kleinste acties, bijvoorbeeld het vooruitplaatsen van een kanon, waardoor bepaalde sterke eenheden binnen het bereik komen van zo'n kanon, dat kan enorme gevolgen hebben. En dat vind ik in dit spel ontzettend tof. Je merkt heel sterk de actie-reactie, het samenspel. Het doet me ook wel een klein beetje denken aan schaken. Het vooruitdenken in je zetten, kijken hoe je je spelers om de tuin kan leiden door bepaalde manoeuvres te doen en vervolgens vanuit een compleet andere hoek erin te kleunen. En soms gaat dat schitterend en soms lukt dat niet. Want ja, je ziet wel dat het een infanterie-eenheid is, maar is het lichte infanterie met een kracht van 1 of is het zijn meest afschuwelijk zware infanterie met een kracht van 6? En daar kun je zelfs je hele cavalerie op vernietigen. Dus ja, daar blijven nog steeds die vraagteken-elementen in. Daar kun je dus fantastisch mee spelen. En dat doet dit spel heel erg goed. En dat maakt het in mijn optiek ook nog veel leuker dan Stratego. Het heeft wat weg van Stratego, maar het is eigenlijk veel meer een wargame. Er zitten een paar gelukselementen in. De dobbelsteen geeft je 50% kans op winst of overwinning als je met een gelijk spel te maken hebt. Maar dat vind ik wel een heel leuk aspect. Want dat betekent dat als mijn zware infanterie verzwakt is, ga ik niet zo snel door. Want dan heb ik een grotere kans dat ik tegen een eenheid kom met dezelfde kracht. Ik gooi de dobbelsteen en dan ben ik hem misschien kwijt. Dus dan zal ik hem misschien terugtrekken in de hoop dat hij een ronde niet wordt aangevallen. Zodat ik hem weer in mijn reserve kan plaatsen, rusten en weer het spel in kan brengen in de beurt daarna. Ja, sterke cavalerie-eenheden, die wil je liever niet gelijk kwijt zijn. Of je moet een andere tactiek handhaven. Een ander aspect, de balans van het spel is heel erg indrukwekkend. Je kunt niet zeggen rood is sterker dan blauw of blauw is sterker dan rood. Dat heeft alles te maken met degene die achter de speelstukken zit en de strategie die hij daar onder heeft geplaatst. Die bepaalt welke kant gaat winnen met of zonder een beetje geluk. Want ja, soms pak je toevallig een paar eenheden die je goed kan hebben en weet je een prachtige doorbraak te maken en sta je op die linie. En soms valt de dobbelsteen niet in jouw voordeel en verlies je een eenheid op een cruciaal moment. Maar nooit zo ernstig dat daardoor het hele spel in één keer beïnvloed is.
Maar omdat je dus twee mogelijkheden hebt om te winnen, zowel het afsnijden van de communicatielijn, oftewel het gaan staan op de linie van de tegenstander, of het uitschakelen van de twee bevelhebbers, is er altijd een mogelijkheid. Ik heb een potje gespeeld waarbij het er niet rooskleurig voor mij uitzag. Ik was bijna volledig gedecimeerd, maar ik wist nog net met mijn leider, mijn opperbevelhebber, meneer Wellington, en een van de Pruisische troepen op een van de communicatielijnen te komen van de tegenstander. En dat was toevallig de lijn die ik moest hebben, waardoor ik op het nippertje de overwinning onder zijn neus vandaan snoepte, want hij was mijn hele leger aan het uitmoorden. Maar dat betekent dus, de strijd is pas verloren op het moment dat iemand de overwinning claimt. En dat vind ik een gaaf aspect. Je kunt doorgaan tot het bittere einde. Maar al die elementen bij elkaar genomen maken dit gewoon tot een indrukwekkend spel. Het draagt de naam Stratego. Dat is natuurlijk een prachtig iets vanuit Jumbo. Maar het is veel meer dan Stratego. Het neigt veel meer naar een strategische wargame waarbij het logisch nadenken, het goed overzicht houden op je troepen en af en toe eens een gedurfde aanval te plaatsen meer resultaten heeft dan blind op elkaar instaan hakken. En dat wordt feilloos vertaald door dit spel en dat spreekt mij enorm aan. En het is ook om die redenen dat ik dit spel 4 sterren heb gegeven. Not Spellenzolder.